Ik heb de eer om u te zien. Ja, het is wederzijds. Het is wederzijds. Maar is dit voor mij dus de verkeerde adres? Ja, misschien wel. Dat komt dadelijk vanzelf achter. Want sinds 1989, daar begin ik mee, houdt u zich naast uw werk al bezig met het geven van trainingen, van het uitvoeren van operaties, het organiseren van donatie op medische apparatuur en materialen. En u gebruikt uw netwerk om al die missies te faciliteren. Zo konden heel veel hartpatiënten in Egypte, die anders een operatie niet konden betalen, geholpen worden. En hebben dan toch eigenlijk hun leven, niet direct, maar indirect wel aan u te danken. Maar uw onvoorwaardelijke steun aan Egypte is heel inspirerend en bewonderenswaardig. Uw inzet is van heel groot belang geweest voor veel mensen. En als u de Nederlandse ambassade in Cairo bezoekt, komt u nooit zonder stapels kranten, zonder de roddelbladen en zonder stroopwafels. En ik mag u dan ook zeggen dat het Zijne Majesteit, koning Willem-Alexander, heeft behaagd om u te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.